Dus dat gaan we dus nu bekendmaken. Dat gaan wij niet doen. Dat gaat de penningmeester doen. Hans Staal, samen met Aljan Maathuis, de wethouder. En daarna zal Aljan het bedrag overhandigen aan Willem Vloed, de directeur van de Roper. Oh! Oh! Oh, daar komt hij, jongen! Oh. Toch misschien een paar woorden vanuit de kant vanuit het gemeentebestuur. Ik vind het altijd wel heel bijzonder om met zo'n enorm bedrag in mijn handen te staan, terwijl ik daar zelf helemaal geen enkele bijdrage aan geleverd heb. Dat hebben jullie gedaan, bij elkaar gebracht via allerlei evenementen en bijeenkomsten. En uiteraard ook fysiek door dat mooie moment in het Pinksterweekend, wat dit jaar door de coronamaatregelen in het water is gevallen. Ik heb gehoord dat jullie wel een hele mooie dag met elkaar beleefd hebben. Dus dat is misschien nog, toch nog biedt dat enige troost. En in ieder geval een mooi samenbindingsgevoel. Maar ik ben erg blij om dit bedrag aan jou, Wiljan, te mogen overhandigen. 40.000 euro voor de palliatieve zorg. En ik denk dat dat weer hartstikke goed is en goed terechtkomt. Dus alsjeblieft. Dank je wel. We hier zijn om een prijs te geven, maar dit mooie bedrag krijgen voor de palliatieve zorg. Mensen die het op dit moment echt zwaar hebben. En we hebben als Roperun hebben natuurlijk geen evenement gehad, dus de inkomsten zijn wat minder. Dat is ook geen schuld aan niemand, want ja, niemand kon activiteiten doen. En de meeste teams hebben hun activiteiten allemaal moeten stoppen. Sommigen zijn er vroeg mee begonnen en hebben al in december wat activiteiten gedaan. Onder andere loten verkocht. Maar als je dan hier komt in Almelo, en je krijgt dit waanzinnig bedrag. En wij weten, hè, want met name Jolanda doet de hele palliatieve zorg bij jou, alle aanvragen, hoe goed dit terechtkomt. Ja, dan kom je hier aan, eigenlijk met een kippenvelgevoel toen we jullie zagen. Maar hier krijg je gewoon kippenvel van, want hier doen we het allemaal voor. We zijn inderdaad wel met een speciale opdracht naar Almelo gekomen. We hebben een loterij gehouden en een van de drie hoofdprijzen is gevallen in Almelo. Vandaar dat we hier een dagje Almelo zijn. En wat houdt die hoofdprijs in? Nou, we hebben drie hoofdprijzen. Er zijn altijd twee auto's en een grote reischeck van 5.000 euro. En de reischeck van 5.000 euro is gevallen in Almelo. Dus prijs nummer 3 zijn we persoonlijk afkomen geven in Almelo. En die Roperun, die ging van dit jaar niet door. Ja, corona gooide roet in het eten. Maar hoe gaat het desondanks met de Roperun? Nou, op zich hebben we natuurlijk een behoorlijke tegenslag gehad. Hè. Met name niet alleen dat het run niet doorgaat, maar je ziet met name dat je in de hele palliatieve zorg een stuk minder inkomsten krijgt. Dus veel minder goede doelen kunt ondersteunen. En dat is in deze jaren en deze fase heel belangrijk. Wat we hebben gedaan is de run afgelast en ondertussen achter de schermen heel hard gewerkt. Zodat we in 2021, wat er ook gebeurt, altijd een Roperun weer kunnen houden. In wat voor vorm zal een vraag zijn, maar we zijn er nu op voorbereid. En dat is natuurlijk te hopen, want deze mooie traditie die volgend jaar de 30e editie ingaat, die mag gewoon niet verloren gaan.